op Lowlands Pinkpop. God, de lijst is lang, Dynamo. En hier staan ze op onze eigen grootstop. Geef een heel hard applaus. After Forever! Ik ben de zangeres, Floor. Ik ben de gitarist, Sander. De rest van de band is Luc van Gerven, bassist. André Borgman, drummer, basmaas, gitarist. En Joost van den Broek, toetsenist. 6 leden dus. Dit is Mannenlicht of Doubt! Zoveel mensen zo fan van dit soort muziek. Er zijn ook mensen van middelbare leeftijd fan. Er zijn mensen die ouder zijn fan van metal. Er zijn de popsterren die zich metal kleden. Ik merk wel dat bij mijzelf in ieder geval een bepaalde creatieve drang altijd blijft. Dus als ik thuis kom, dan ren ik naar de piano. Ik ben niet echt een fantastische pianist hoor. Maar er moet wel een bepaalde creativiteit uit. Dus mijn eigen liedjes een beetje klommelen noem ik het nou maar. Dus dat blijft wel. Uitvoerend is iets anders als creatief wat dat betreft. Omdat je toch je doet wat je al geschreven hebt. We zijn meer metal gericht, zeg maar, dan Within Temptation Epica, denk ik. En mijn zangstijl is anders, waar zowel Sharon als Simone in kopstem blijven, ga ik wat meer de opera kant op en daarbij meer de rock kant op. Dus ik varieer wat meer, zeg maar. Ik denk dat wel de grootste verschillen zijn. After Forever is dit op dit moment gewoon echt wel alles wat ik wil doen. Er gebeurt alles in wat ik zou willen doen. En mocht dat ooit een keertje ophouden, dan ga ik wel iets solo doen.